Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de wolkenfoto veel wolken boven ons land te zien. Af en toe zit er een gat in. Dus vanochtend af en toe de zon tussen de wolken door. Maar dus overwegend grijs weer met soms wat lichte regen of motregen vooral voor het westen van het land. De wind waait matig vanuit het westen tot noordwesten, is rond kracht 3 tot 4. En vanmiddag zien we ook een afwisseling van wolken, wat zon en lokaal een enkele bui. En de temperatuur loopt op naar 3 tot 6 graden. Vanavond dan blijft het overwegend bewolkt, daalt de temperatuur naar 2 tot 4 graden en de wind draait geleidelijk aan naar het zuidwesten en lokaal kan er nog een enkele bui vallen. En morgen blijft het de hele dag bewolkt, maar pas in de middag en avond klaart het van het westen uit op. Het regent van tijd tot tijd en de temperatuur loopt op naar 5 tot 8 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten en trekt aan. Dinsdag is een overwegend droge dag en het wordt dan 6 graden. Woensdag en donderdag is het weer bewolkt en regent het van tijd tot tijd. En vooral op woensdag verwachten we veel wind. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.